Een tornado raasde op dinsdag 19 mei met een vernietigende kracht door het buitengebied van Heusden. Op de gevlochtse baan en de Zeilhoekweg was de ravage het grootst. Met Jacques van Bussel, u bent hier niet toevallig? Ik ben hier niet toevallig. Wij hebben te maken met een tornado die fors schade heeft aangericht. En normaal gesproken gaat dan de betreffende portefeuille over, of eigenlijk de burgemeester, polshoogte nemen als het te ernstig is. Ja. Alleen onze burgemeester neem ik waar, want die is toevallig met vakantie. Ja, het is gisteravond gebeurd. Wat heeft u er toen van meegekregen? Nou, wij kregen redelijk snel berichten, ook omdat we een commissievergadering hadden waar we mensen aanwezig waren die in dit gebied, die dit gebied heel goed kennen, zelfs hier wonen. En daarnaast kregen we natuurlijk redelijk snel een signaal van een opmerkelijk filmpje wat bij Sirius op de site stond. Bent u meteen gaan kijken of bent u nou voor het eerst hier? Nee, ik ben nu voor het eerst hier. We hebben ogenblikkelijk toen de hulpdiensten, zeg maar, die daarbij aanwezig moeten zijn, die hebben we ingeschakeld. Dus brandweer en ook ambtenaren, onder andere openbare werken, zijn ogenblikkelijk hier naartoe gegaan. Ja, maar wat is eigenlijk precies gebeurd? Want ik zie alleen die kippen schuren hier het dak ervan af, maar er is meer gebeurd. Nou, er is meer gebeurd. Er is een tornado die schijnt uit de richting van Antwerpen zijn gekomen. Daar weet ik niet 100% zeker overigens, maar die is op een of andere manier hier terecht gekomen en heeft hier achter ons één stal, ja, eigenlijk volledig verwoest en een ander stevig schade aangericht. En verder, het rare is dat je aan de andere kant van de weg bij een minicamping, daar zie je eigenlijk niks. Daar heeft hij geen enkele schade aan achtergelaten. Er ligt er een boot midden in de wei, die zal toch niet van een tornado terechtkomen? Die ligt er al jaren. Al jaren. Dus nee. Dat is een object wat bij de camping hoort. Ja, dan rijd ik op een gegeven moment misschien vast ergens bij de Zeilhoekweg, omdat ik er niet door mocht, want er is asbest vrijgekomen. Ja, op het dak van die kippenstal lagen asbestplaten. Dus nu moeten we gaan kijken wat exact de schade is, maar ook hoe de schade opgeruimd wordt en wat daarbij moet gebeuren vanwege die asbest. Ja, en dan heeft u nogal wat kilometers nodig of meters om hem af te zetten? We hebben voor de voorzichtigheid het ruim afgezet. En dat gaat als die er gaat nu een inventarisatie plaatsvinden. En zo gauw als de gegevens daaruit bekend zijn, dan wordt dat gebied zeer waarschijnlijk aanzienlijk ingeperkt. Het is hier allemaal afgezet. U komt toch van de stal vandaan. Wat heeft u daaraan getroffen? Het is één grote ravage. Wat gebeurt er nou met de kippen? Die kippen moeten geruimd worden. En het is helemaal de vraag hoe. Aan de ene kant hebben we te maken met dieren. Dan zou je zeggen, dieren, als die geruimd moeten worden, dan zou je die naar een destructor kunnen brengen. Maar deze dieren hebben natuurlijk ook asbest. En dat mag niet zomaar in dezelfde verwerking. Dus er moet een alternatief gezocht worden. Er zijn experts over aan nadenken wat dan dat alternatief is. Ja. Waarschijnlijk gaan die beesten verzameld worden. Dan op een goede manier, op een goede manier verzameld en vervolgens op een alternatieve manier verwerkt worden. Marinus van Einde, een Zeilhoekenweg in Heusden. Ja. Wat gebeurde er gisteravond? Ja, wat gebeurde? Onweer. Nee, zag het aankomen? Ja, dat zag het aankomen, ja. Goh, het wordt knal donker. Ja. Ja. En wat dacht je toen? Ja, daar maken we hier wel dikker mee. Dit hadden we niet verwacht. Nee. Nee, ja. Maar van wie kwam er aan? Ja, wat denk je? Wind, wind en hagel en van alles. Ja. En wat dacht je toen? Een huis gaat eraan? Ongeveer wel. Ongeveer wel, ja. Ik had er wel schrik van. Ik denk, oh man, En zo de stallen daar, want er bleef een plaat liggen, maar dat is allemaal goed blijven liggen. Stond vanuit buiten, vanaf binnen stond je buiten te kijken? Ja. Was aardig allemaal dakpannen de lucht in vlogen? Nee, ik heb maar één plaat door, was vanaf kwam de week, ik denk van Zeeland of ik weet niet wat van wie. En die waren hier in de Erpel, heb ik gezien. En dan die plastic, hè. En zo, van asperges. Ja. Asperges, hè. Ja. Maar ik zie ook dakpannen van jouw eigen huis hier liggen. Ja. Zoiets heb je volgens mij nooit meegemaakt, hè? Nee, nooit. Op jouw leeftijd. Dus een keer dat je er mee moet maken. Ja, daar moet je van alles van meemaken, hè. Ja. Ja. Hoe groot is de schade? Daar komen ze schatten. Ja? Ja, ik weet er niks van. Maar had ik dakpannen eraf? Nog meer? Nee, anders niks.
Nee, want in de stal had ook niks. Is hij afgebouwd, is ijzersterk. Hoe lang duurde het allemaal, de hele tafereel? Nou, ik denk een kwartier, 20 minuten. Ik denk een kwartier, ja. Je ziet, ja. Niet zo gek lang. Nee. De buurman is er erg aan toe. Ja, je buurman heeft veel meer schooi. Ja. Hier in de buurt ook nog enkele. Ja. Maar ik ben je weg geweest, want je bent niet weg. Nee. Want je moest hier blijven. Ik ben daar nog, je tekt nog niet uit de weg doen. He, want er lag asbest en zo. Ik zeg, dan moet ik een bril opzetten met vergrootglas, als ik dat wil zien liggen. Dat is tegenwoordig het milieu, hè? Wetgeving. Ja, het milieu maakt alles kapot. Het zal boerenleven. Dat is een ander onderwerp. We hebben het in ieder geval overleefd. Ja, dat hebben we net. Ja, dat hebben we. Ja. Wat maakte jij gisteravond 7:15 mee, Roel? Ja, ik zag op de plak achter zag een klein zandhoosje. En ik dacht, oh, dan ga ik voor mijn vrienden een foto maken. Ik dacht, dat is spectaculaire beelden. En ik was foto's aan het maken en ik dacht, oh, een filmpje. En maar op een gegeven moment dacht ik, moet weg hier, want het liep de spuigaat uit. Ik hoorde jou roepen, orkaan, ik denk naar het dorpfilm, Roel. Ja, dat weet ik niet. Ik wist niet wat het was. Ik dacht, ik roep maar waar. Ik maak het nog wel spectaculairder, maar... Want je moest maken dat je wegkwam. Ja, ik vlug alle deuren dicht en alles, zodat de wind er niet in kon schieten. En het moest vlug zijn. Ik kon niet doorfilmen. Ja, dan komen we een dag erna hier en de ravage is groot. Bij jullie ook, hè? Ja. Ik hoef me eigenlijk de komende dagen niet te vervelen. Ja, want wat was hier gebeurd? Vertel eens. Ja, hij kwam over mijn linkerschouder, daar kwam hij vanaf. En toen is hij denk ik tussen de schuur hier en het huis, daar is hij tussendoor gegaan. En ja, ze zeggen dat hij tot een kilometer verder, tot de Smintweg door is gegaan. Ja, ik zie ook een stalen deur liggen. Ja, die zat rechts van mij achter in de schuur. Die is gewoon eruit gerukt? Die is eruit gerukt, ja. Dakpannen? Ja, golfplaten. En spullen die niet van jullie zijn? Die niet van ons zijn, nee. En spullen die van ons waren, die zijn nou ook niet meer van ons, die zijn weg. Nee, ja, want zelfs de eerste dichtstbijzijnde boerderij ligt hier verderop. En toch liggen spullen hier. Ja, zeg maar. Ik weet niet van wie dat ze zijn. Waar ben jij gebleven al die tijd? Want het duurde ongeveer een kwartier. Achter een loodsje. Binnen, ik durf niet naar buiten. Nee. En toen was ik buiten en toen zag ik dit. Ja, en toen belden ze alles van vooruit, van hoe dat met mij was. Want de boom hier, alles waaide om. En was wel even heftig. Ja. Heftig en spectaculair. Ja. En wat voor gevoel heb je nou? Nou. Een beetje gezakt. Ja. Aan de dood ontsnapt misschien wel? Hè? Ja, nee, ja. En misschien ook wel, ik weet niet. Ja. Nee, het valt er mee, maar ja, rustig blijven afwachten totdat we weer vanmiddag komt de aannemer. En sommige van die dingen totdat we weer aan de gang kennen. Totdat we kunnen opruimen, weer herbouwen. Want opruimen mag niet? Nee, nog even niet. Het schijnt allemaal asbest te zijn hier, van de buurman. Ja, het ligt er, hè? Het ligt er gewoon bij. Ja. De buurman, dat is hier 500 meter verderop. Een eindje verderop, ja. Nee, afwachten, even. En dan misschien morgen of overmorgen dat we aan de gang kennen. Ja. Inmiddels heb je gemerkt dat jouw filmpje het hele land overgegaan is? Ja, dat had ik niet verwacht. Dat je zomaar een amateuristisch filmpje... Ja, maar gaat nog meer beelden? Ik heb er nog meer, ja, van beveiligingscamera's hier. Ja. En die hebben gewoon doorgefilmd, die hoefden niet naar binnen. En die laten ook iets zien? Die laten ook dingen zien, ja. Dat is spectaculair. Als je daar ziet, krijg je gewoon kippenvel van als je die ziet.